Hey topper, ambitieuze vrouw, super leuk dat je hier weer luistert naar een nieuwe aflevering. En vandaag ga ik het met je hebben over mijn 10 grootste lessen van 2022. Het einde van het jaar is alweer in zicht en jeetje, wat gaat een jaar toch snel voorbij. En we zijn vaak zo bezig met de toekomst, met wat we nog graag willen. Welke keuzes we daarin willen maken. En het is ook zo belangrijk om eens terug te kijken naar... Goh, wat is er dit jaar allemaal gebeurd? Wat kan ik hiervan leren? Wat neem ik mee? Waar ben ik dankbaar voor? Waar heb ik kracht uit gehaald? En ik wil je heel graag meenemen in mijn 10 grootste lessen van 2022... En dat nodigde mij ook uit om weer eens terug te gaan naar dit jaar. En eens goed te voelen en stil te staan bij de dingen die er allemaal zijn gebeurd. En toen dacht ik, goh ja, begin van dit jaar was het nog een hele onzekere periode. Een periode van heel veel lockdowns. Ik moet zeggen dat ik die periode toch behoorlijk pittig heb ervaren. En wat ik daarvan meeneem is om heel dicht bij mezelf te blijven. Want in die periode werd er heel veel gesproken, werd heel veel gezegd. En ik merkte dat ik dat heel lastig vond. Van wat is dan waarheid? En het mooie is dat alles wat... Je zegt, alles wat je zelf denkt, alles wat je doet, zegt iets over jou. Het zegt iets over jouw binnenwereld. Dus het feit dat het bij mij zo speelde van, oké, wat is nu waarheid? Waar voel ik mij goed bij? Dat heeft in die periode heel erg bij mij gespeeld. En voor mij was dat dus een hele mooie les in heel dicht bij mezelf blijven. Van... Wat vind ik belangrijk? Wat is mijn waarheid? Waar voel ik mij goed bij? En ja, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En ik merk ook dat dat dit jaar door is gesijpeld. Het hele jaar door. Dus blijkbaar is dit een heel belangrijk thema in mijn leven. En ergens als ik terugkijk naar mijn verleden... was ik altijd iemand die heel ver van mezelf afstond. En heel makkelijk dingen voor waarheid aannam. En dat is nu echt anders door steeds op zoek te gaan naar... ja, maar wat is mijn waarheid? En buiten dat is het ook een periode geweest van dankbaar zijn... van wat er wel is, wat er wel kan... He, want in die periode konden dingen ook, bepaalde dingen ook niet. En dat maakt ook dat je dan heel dankbaar wordt voor wat er wel kan. Kijk, je kunt natuurlijk ook heel steeds gaan denken van wat kan er niet. Natuurlijk was dat ook het geval. En ik merkte dat ik dan steeds mijn focus verlegde naar oké, wat kan er dan wel? En dat is ook een thema in mijn leven en ook iets wat ik heel erg heb geleerd vanuit waarderende communicatie. Dat is echt zo'n mooie manier van leven door te kijken wat waardeer je wel, wat is er wel, wat gaat er wel goed. Als iets niet lukt, wat heeft er in het verleden al wel gewerkt wat wel goed lukt? Nou, dit is ook een methode die ik aan onze klanten doorleer. En die super krachtig is in communicatie met jezelf, in communicatie met anderen, met familie, vrienden, klanten. Het maakt niet uit. En we zijn zoveel bezig met wat er niet goed gaat of wat we niet willen. Maar waarderende communicatie is op zoek gaan naar wat wil je wel of op zoek gaan naar het beste van een situatie. Nou, dat is ook wel wat ik in die periode heb gemerkt, dat ik ook daar... De aandacht zoveel mogelijk probeerde te leggen naar wat kan er dan wel. En die periode heeft er ook voor gezorgd voor wendbaarheid, voor flexibiliteit, voor aanpassingsvermogen. Zo zijn er nog veel meer voordelen daaraan.
Maar dat is ook wel wat ik meeneem naar, oké, het leven kan zomaar van de een op de andere dag anders zijn. Dat hebben we toen wel gemerkt. En sommige mensen kunnen daar misschien heel bang voor zijn. Die denken dan, oh jee, wat staat ons nog te wachten? En ik denk dat er nog genoeg op ons af gaat komen. Want de wereld staat nooit stil. De wereld is altijd in beweging. We kunnen niet verwachten dat de dingen hetzelfde blijven als dat het nu blijft. Weet je, 100 jaar geleden zag de wereld er heel anders uit. En nog veel langer geleden zag die er ook heel anders uit. Dus dat er dingen veranderen is gewoon heel erg normaal. En is het de kunst om, nou, mee te nemen van, toen hadden we flexibiliteit en wendbaarheid. En wat er ook gaat gebeuren, er is altijd een weg in te vinden. Een weg die goed voelt voor jou, een weg die haalbaar is voor jou. En dat er altijd wel weer een oplossing komt. Dus wendbaarheid neem ik daar ook van mee. Toen heb ik nog later in dit jaar een moment gehad waarin ik definitief een beslissing heb genomen om een punt te zetten, om een streep te zetten onder een moeilijke periode. Ik heb in mijn ondernemerschap, en ik ben nu 15 jaar ruim ondernemer, heb ik de vorig jaar en begin dit jaar een behoorlijke moeilijke periode gehad. Een periode waarin ik totaal vastliep. Ik wist niet meer wat ik wilde. Welke weg ik nog meer op wilde. Want ik ben altijd in beweging. Ik hou ervan. Ik hou van groeien, ontwikkelen. En ik zat helemaal vast. Ik wist gewoon niet meer wat nu. Hoe wil ik verder? Wat wil ik nu precies? En nou, dat heeft denk ik zo'n anderhalf jaar bijna geduurd. En dat is best pittig. Kan ik je vertellen. Dat was voor mij in ieder geval. En die periode wilde ik echt afsluiten met iets waar ik kracht uit kon halen. Met iets wat mij zou helpen. Dat als het nog eens een keer lastig zou zijn, dat ik... Nou, dat ik herinnerd werd aan die periode, dat ik die ook succesvol door ben gekomen. En dat ik daar ook weer mooie inzichten uit heb gehaald. Dus ik heb een hele mooie tatoeage laten zetten hier onder mijn pols. En dat is een teken wat staat voor de levensweg. De levensweg die wij als mens, als ziel afleggen. En de moeilijke periode die we meemaken in het leven, dat daar staan de bochten ook voor die ik hier op mijn pols heb staan. En dan vanuit die bochten, vanuit die struggles in het leven, groei je naar de lotus. En de lotusbloem staat voor volledige bewustzijn. De lotusbloem groeit ook door de modder heen. Dus die komt gewoon door viezigheid heen, groeit er een prachtige bloem. Dus de dingen die je in het leven meemaakt, die niet makkelijk zijn, zorgen wel voor een groei van iets moois, iets nieuws. En dat is ook wat ik altijd in mijn leven heb ervaren, na elke moeilijke periode, en ik heb er nogal wat gehad, dat ik er altijd sterker uit kwam. En ik weet dat dat voor jou ook zo geldt, dat dat niet alleen voor mij zo is. Maar als je het lastig hebt, dan... is dat op dat moment niet leuk, maar het is altijd weer een moment van groei, van ontwikkeling. Dat je sterker wordt, dat je steviger wordt, dat je sterker wordt. En dat is zo mooi als je daar dankbaar voor kan zijn. En toen ik in die periode zat, wist ik, oké, ik moet hier doorheen, ik kom hier sterker uit. Dus dat maakte ook dat ik... dat het voor mij enigszins nog te doen was. Maar ik had dat van tevoren al geleerd, dat het heel belangrijk is om in lastige periodes dankbaar te zijn voor wat is er wel en wat leer je hieruit en wat kun je ermee. Dus ik heb die tatoeage op mijn pols laten zetten. Die staat dus ook voor groei naar volledig bewustzijn. Ik geloof namelijk dat de sleutel in het leven tot geluk, succes... zit in bewustzijn. Hoe bewuster je bent van alles
wat er gebeurt, hoe meer je dankbaar kan zijn voor alles wat er is, hoe meer rust je ervaart in het leven, hoe meer, hoe moet ik het zeggen, dat je in alle omstandigheden kan blijven staan en sterk kan blijven staan. Ja, dus die heb ik op mijn pols gezet. Nooit gedacht dat ik überhaupt nog een tatoeage zou zetten, maar hij is er gekomen. En hij betekent voor mij echt superveel. Ik haal er ook echt heel veel kracht uit. En die periode, wat ik daarvan heb meegenomen qua lessen is om angsten te gaan omarmen. Ik heb ook perioden gehad dat ik angsten echt weg wilde duwen. En ik wist vanuit een aantal opleidingen die ik heb gevolgd, dat hoe meer je iets wegduwt, het komt 10 keer harder terug. En er is altijd een verschil tussen weten en doen. Dus je hebt kennis en je hebt toegepaste kennis. En in die periode heb ik zelf echt toegepast en ervaren dat op het moment dat ik de angst toeliet van oké, ik weet het even niet meer en laat het er maar zijn, het is oké, toen pas verdween het. Dus als je ooit ergens tegenaan loopt en je vindt iets heel spannend of eng, op het moment dat je de angst toelaat dat wat er ook kan gebeuren, dat er mag zijn, en dat er dan ook wel weer een oplossing komt, dan pas verdwijnen de grootste angsten. En dankbaar zijn voor die angsten. Dus dankbaar zijn voor de levenslessen die je dus daaruit haalt en die je dus daar weer van kan leren. Ja, en dan kom je weer in beweging, want dan ga je weer mogelijkheden zien, dan ga je weer kansen zien. Ja, dus dat was dat stukje voor mij. Nou, en daarna, aan het einde van die moeilijke periode, ben ik tot de conclusie gekomen van hey, wat maakt nou iets tot een succes en wat niet? Dat was ook een van mijn zoektochten naar. Ik had al heel veel succesvol gerealiseerd in het ondernemerschap. En één ding was niet gelukt. En ik dacht echt dat nou dit wordt het. En ik vond het superleuk. En toch was het heel erg trekken, duwen. Het liep voor geen meter. En nou ja, van tevoren had ik ook wel mezelf afgevraagd. Wat maakt nou dat ik 3 bedrijven succesvol heb opgezet toen in die periode? En wat maakt nou dat iets slaagt en wat maakt nou dat iets niet slaagt? Nou, wat heb ik gemanifesteerd? Ik heb het antwoord gemanifesteerd, want doordat er dus iets niet was gelukt, ben ik echt naar mezelf gegaan, naar binnen gegaan van oké, wat is er nu allemaal gebeurd? En waar kwam dat vandaan? Wat kan ik daarvan leren? En wat ik daar heel erg van heb geleerd is, doordat je dat iets slaagt, dat iets echt slaagt en een succes wordt, dat komt omdat dat echt klopt met wat jij werkelijk wil. Dus waaraan jij van met al je zintuigen voelt, dit is wat ik wil doen. En nou, dat is zo'n bijzondere ervaring geweest en zo'n prachtige les. Die had ik niet uit een boek kunnen halen, omdat het zo diep bij mij is doorgedrongen. Dus als je in het leven dingen wil doen en je wil graag dat daar een succes uit voortvloeit, dan is het super belangrijk dat jij dat echt doet omdat je dat super graag wil. Vanuit, ja, je kan het zeggen, je hartsverlangen, vanuit een onderbuikgevoel. Dat is voor iedereen anders hoe dat je dat voelt. Maar dat het echt klopt met wat je diep van binnen wil. De valkuil is dat je dingen gaat doen vanuit een pseudo-verlangen. Dus dat je denkt dat je iets graag wil, maar eigenlijk doe je dat om verdriet te compenseren, om afwijzing te compenseren, om gezien worden te compenseren. Vanuit je verleden waarin je negatieve ervaring hebt gehad en dat wil je rechtzetten. En het lijkt
Dat stukje daartussen is zo flinterdun dat het heel lastig is om dat zelf te ontdekken of het ook echt klopt. Dus wat heel erg helpt daarbij is om dat met een ander te delen. Want een ander kan dat veel van een afstandje bekijken en jou een spiegel voorhouden. Daarom is het zo fijn om de dingen die je in het leven wil doen, omdat dat met anderen te delen. Je kunt niet alles alleen. Ja. Wat ik heb ontdekt, is dat ik naar anderen toe energie lezend ben en onderzoekend ben. En ik wist dat altijd al, merkte ik dat ik dat vanzelf deed. Maar blijkbaar is dat ook een kwaliteit die ze later ook, daar kom ik zo meteen op, maar die later benoemd is door iemand, dat bij mij in mijn aard zit, dat ik zo in elkaar zit. En doordat ik dit stukje nu heb meegemaakt, ben ik nog veel scherper naar klanten. Is het echt wat je wil of is het een pseudo-verlangen? Omdat ik weet dat het stukje daartussen zo flinterdun is, maar alles bepalend is voor of je heel succesvol wordt of niet. Of dat je succes, geluk of whatever wat je wil manifesteren krijgt. Nou, toen heb ik ook nog dit jaar een mooie les gehad. En dat is even buiten het ondernemerschap. Dat kwam door het paardrijden. Maar ik merk wel dat heel veel van paardrijden ik ook wel weer kan vertalen naar het ondernemerschap en andersom. Uiteindelijk gaat het gewoon om hoe ervaar jij de dingen? Hoe beleef jij de dingen? En wat voor betekenis geef jij daaraan in het leven? En dat kun je dan in heel veel dingen hergebruiken. Of in heel veel dingen pas je dat toe. Ze zeggen ook wel eens, the way you do one thing, you do everything. Is omdat dat een bepaalde manier van jou is van handelen en van doen. Is dat heel veel gewoontes van jou, wat je ook doet in het ondernemerschap of in het privéleven. Dat is een rode draad. En wat ik merkte bij het paardrijden was dat ik ben heel erg ambitieus. Ik wil graag resultaten behalen. En ik rijd nog niet zo heel erg lang paard. Ik ben wel met wedstrijden bezig. En toen was ik van een niveau naar een hoger niveau gegaan. En dat was voor mij de eerste keer dat ik dat deed. En toen merkte ik dus dat echt ineens een stuk moeilijker was. En daar baalde ik ontzettend van. Maar dat deed zoveel met mij dat ik op een gegeven moment ook dacht van, ja weet je, het heeft voor mij ook gewoon geen zin om nu door te blijven gaan met wedstrijden als ik nog niet zo ver ben. En dat vond ik super jammer. Maar het ging zo ver dat ik dacht van, ja weet je, ik vind het ook gewoon niet meer leuk nu. Want het is gewoon niet leuk als je dingen wil doen en het lukt niet. Het is mooi als je iets bereikt en je leert van succes, krijgt een stukje zelfvertrouwen daarvan en vervolgens doe je weer iets en dan zit er weer een succesmomentje in. En dat hoeven geen grote succesmomenten te zijn. Natuurlijk is dat leuk, maar de realiteit is dat je vaak in kleine stappen steeds een stuk verder komt en verder groeit. Dus ik ben eventjes gestopt met wedstrijden rijden, want ik dacht, nou weet je, het heeft gewoon helemaal geen zin. En achteraf had ik beter gewoon nog even in dat andere niveau kunnen blijven hangen. Dus ik heb een halfjaartje doorgetraind en toen ben ik weer begonnen. En toen zat er zeker verbetering in, maar dat was nog niet gigantisch. Toen merkte ik ook van, oké, de lat ligt gewoon best wel hoog. En hoe kan ik het dan leuk houden? Hoe kun je nou dingen leuk houden in het leven? En dat is heel erg belangrijk, dat je blijft genieten van alles wat je doet. Dat je trots bent op elk succesje. Dat je trots bent op elk stap die je zet. Dat je trots bent op elk groeimoment. En wat ik daarvan meeneem is dat het blijven genieten zo ontzettend belangrijk is. En mezelf de tijd te gunnen om op dat niveau te komen. Dat was ook toen ik in het ondernemerschap wilde stappen. Toen was ik nog in loondienst. En ik was, 25.
ja, 24, 25 en ik wilde zo graag ondernemen. Maar ik wist niet precies wat en hoe. En toen er op een gegeven moment iets op mijn pad kwam, dacht ik... Nou, is leuk voor naast loondienst, leuk voor als maar 100 euro per maand extra. Dan kunnen we een keer extra uit eten. Nou, en dan zie ik wel. En omdat ik die mentaliteit toen had van... Nou, ik vind dit fantastisch leuk. Ik ga het gewoon doen en ik zie het wel. Een half jaar later had ik mijn baan opgezegd. En ik weet dat de meesten die in deze fase zitten meteen denken... Oh, maar dan wil ik straks mijn baan opzeggen. En oh, dan moet ik zoveel klanten hebben. En oh, hoe ga ik dat in hemelsnaam doen? En die krijgen het al helemaal Spaans benauwd. En die denken, laat maar zitten. Terwijl als jij jezelf toestaat om plezier te hebben... Om het gewoon te gaan doen zonder dat je meteen iets moet presteren. En dat je geniet van het proces en het idee hebt en jezelf zegt, tegen jezelf zegt van nou weet je, we zien wel. Dan zul je zien dat het veel makkelijker gaat. Dat je veel makkelijker manifesteert wat je graag wil. Omdat je vanuit plezier en joy aan het werk bent. Nou. Zo is dat dus voor mij ook een hele mooie les geweest. Ondanks dat ik het al wist, in het ondernemerschap is het bij het paardrijden nog een keer naar me toegekomen. Van enjoy the ride, not the destination. Dat is ook iets wat ik heel vaak tegen klanten zeg. Enjoy the ride, not the destination. Geniet, geniet, geniet. Maak plezier. Want vanuit plezier... Dat is zo'n krachtige energetische energie die je dan in je hebt. Daarmee manifesteer je zoveel in het leven. Als je je maar niet gaat bemoeien met hoe snel het moet en hoe het allemaal precies moet. En daar gaat het heel vaak fout. Nou, je merkt wel, ook ik trap daar nog steeds in. Nou, soms moet je bepaalde levenslessen vaker de deksel daarvan op je neus krijgen voordat je ze leert. Dus ja... Nou, daarna zat ik in een periode dit jaar, halverwege dit jaar, en ik had echt een heel groot verlangen om een verdieping te maken in mijn ondernemerschap. Ja, want ik hou van groeien, ik hou van ontwikkeling en ik hou van uitdaging en iets hebben om mezelf lekker in onder te dompelen en dat ik daar echt van geniet. En ik zat dus al anderhalf jaar daarvoor, had ik vastgezeten. Ik wist het niet. Dus toen brak de zomervakantie aan. En toen heb ik mezelf grofweg 6 weken uit mijn onderneming getrokken. Alleen maar gedaan wat dan nog echt op stapel stond. En verder niks. En het enige wat ik deed was, oké, ik wil een stap verder in mijn ondernemerschap. Ik wil dieper in de mindset. Dat is iets wat ik al zo lang wilde. En natuurlijk was ik daar al mee bezig. Maar ik wilde daar nog verder in. En ik wist niet precies... Oké, ik wist mindset en intuïtie. Maar wat dan precies nog meer? Wat is dat dan? Wat is mijn richting? En ik heb echt naar het universum gezegd... Ik weet het niet, ik weet het niet. Laat het mij maar zien. Dus ik heb ruimte gegeven aan mijn intuïtie. In plaats van steeds met het proces te bemoeien hoe snel het allemaal moet. En het enige wat ik zei, ik weet het niet, laat het me maar zien. En al gaandeweg die weken kwamen er dingen op mijn pad die ik of aan het googelen was, dat ik ineens iets zag en dan ging ik daarop door. Of mensen die iets tegen mij zeiden of dan kwam er iets voorbij en ik dacht, hey. En zo in die paar weken is mijn nieuwe idee ontstaan om... meer diepgang te vinden in mindset om anderen te helpen een gelukkig en succesvol leven te manifesteren. Want vanuit manifesteren komt alles samen. He, daarin komt mindset samen, daarin komt het resultaat samen. Het resultaat van wat iemand heel erg graag wil. Dus ontdekken wat je wil en daar vol voor gaan. Vanuit gemak, vanuit plezier, vanuit joy, vanuit flow. En dat vormde zich vrij snel. Ja, dus ik wist wel dat het belangrijk is dat als je iets nieuws wilt, dat je daar ruimte voor neemt.
Maar als drukke ondernemer is dat nou niet 1, 2, 3 zo makkelijk. Dus voor mij was dat wel echt een enorme doorbraak deze zomer. Dat ik dat alles samenviel en ja, dat ik dat mijn weg weer vrij werd in groei, in richting. Ja. Dus ik weet hoe lastig het is om aan de ene kant te staan dat je het niet weet. En ik weet hoe fantastisch het is om aan de andere kant te staan en je richting te vinden. Nou, zo heb ik. Dit is niet de eerste keer hoor in mijn leven dat ik op zoek ben naar richting. En dan komen we misschien ook wel meteen op het volgende. Ik heb het dus vaker meegemaakt dat ik op zoek ben naar richting. En op het moment dat ik mijn intuïtie de ruimte geef om door te dringen in tot mij van oké, dit is jouw nieuwe weg. Ja, dat heeft me altijd heel erg geholpen. En dit jaar ben ik ook in Human Design gedoken. Misschien heb je er ooit van gehoord, misschien niet. Human Design is een, hoe zal ik dat makkelijk uitleggen? Het is een manier die laat zien hoe jij het beste tot je recht komt in je leven. En hoe jij echt je leven op jouw manier, die bij jou past, leeft. En nou, ik had er al eens vaker van gehoord, maar nooit was het iets waarvan ik intuïtief voelde, oké, daar wil ik iets mee doen. En ineens waren er allerlei mensen dit jaar die elkaar niet kenden en allemaal tegen mij gingen praten over human design. En toen dacht ik, oké, ja, ik geloof niet in toeval, misschien is dit een teken, misschien mag ik hier iets mee. En ik ben dat gaan onderzoeken. Ik heb ook een reading laten doen bij iemand die mijn profiel op basis van, dat is op basis van geboortedatum en geboortetijd, een reading heeft gegeven over mijn profiel. En ik had zoiets van, nou ja, weet je, ik ga gewoon human design eens ontdekken vanuit mezelf van, oké, is dit iets waarvan ik voel, dit klopt voor mij. En misschien wil ik daar dan verder mee om daar ook klanten bij te helpen. Nou, uit de reading kwam met name dus dat ik een projector ben. Ongeveer 20-22% van de bevolking is maar een projector. Om een idee te geven, 70% van de mensen zijn een generator of een manifesting generator. Dus een groot gedeelte. En dan heb je, ja, 21% dan de projector, de manifestors dat is 8% en de reflectors is 1%. Dus op zich zijn er niet zo heel veel projectors en het kenmerk van een projector is, die zien superveel. Die zien alles breed en die zien de details. Nou, dat was voor mij wel een herkenning van oké, daarom zie ik dus zoveel. En ik heb heel vaak niet begrepen waarom anderen niet zoveel zagen. Dus dat was een herkenning voor mij en fijn. En daarbij zijn projectors hier ook om anderen te helpen hun richting te vinden, hun identiteit. Nou, als je kijkt naar het werk wat ik doe, hè, en klopt dat? Ja, dan is dat echt, ik ben hier ook echt voor vrouwen die hun richting willen vinden en wat daarbij belangrijk is in mijn profiel is dat ik daarbij de focus heb op prioriteiten, planning en resultaten. Nou, dat is mooi, want dat is ook echt wat ik met mijn business doe. Dus dat is, dat was wel echt een feest van herkenning. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld ook een open identiteit. Dus sommigen hebben hem ingekleurd en anderen hebben hem open. Bij mij is die open, dus ik ben ook regelmatig zelf op zoek naar mijn richting, omdat die niet vaststaat. Nou, dat is ook fijn om te weten voor mezelf, dat dat ook gewoon heel normaal is. een ander ding is bijvoorbeeld, bij mij is mijn solar plexus, zoals ze dat noemen, ingekleurd. Dus dat betekent dat ik altijd te maken heb met emotionele golven. Positief, maar ook negatief. Hè, dus in een dip, zeg maar. En dat als ik bijvoorbeeld een beslissing wil nemen, dat ik altijd moet zorgen dat ik eerst uit zo'n emotionele golf ben voordat ik een beslissing neem. Nou, dat zijn maar een paar dingetjes hoor, die eruit haalt. In het begin moet ik zeggen, die reading, ik dacht bij sommige dingen echt, ik herken me daar helemaal niet in. En human design is ook niet iets van, oké, dit is de waarheid. Ze zeggen ook, ga experimenteren en ga ontdekken of dit
klopt voor jou. En dat is wat ik ook aan het doen, wat ik ook ben gaan doen. En ik ben inmiddels ook meerdere opleidingen daarin aan het volgen in Human Design. Het is ontzettend breed, het is ontzettend uitgebreid. En je kunt daar, als je daar echt goed in wil worden, dan ben je wel een aantal jaar je aan het verdiepen daarin. Het geeft mij, het is voor mij een manier om anderen beter te begrijpen. Ik werk veel met mensen. Ik vind het heel erg belangrijk om zoveel mogelijk anderen te kunnen begrijpen en te helpen met hun richting te vinden en het resultaat te behalen wat ze graag willen. En vandaar dat ik me dus onder andere in Human Design aan het verdiepen ben. Ik volg nog meer opleidingen. Allemaal over persoonlijke ontwikkeling en hoe wij mensen in elkaar zitten, omdat ik dat zo super interessant vind, zodat je je zoveel mogelijk in anderen kan inleven en anderen kan helpen. Want de valkuil van als je coach of trainer bent, is een valkuil om vanuit je eigen projectie naar anderen te kijken en anderen te willen helpen. Terwijl als je coach of trainer bent, is het heel erg belangrijk om je eigen projectie aan de kant te zetten en blanco te kijken naar de ander en die een spiegel voor te houden. Zonder dat je zelf projecteert wat de dingen zijn geweest in jouw leven en die je hebt meegemaakt. Dus om een steeds betere coach en trainer te worden, blijf ik mezelf ontwikkelen. Ik blijf leren, ik blijf groeien. En dat vind ik zo fantastisch. Ja. Dus als je het interessant vindt, je kunt altijd dus op Google, via Google kun je je eigen chart laten berekenen op basis van je geboortedatum en geboortetijd. En dat is gewoon gratis, dus dat kun je ergens op internet doen. Maar Human Design krijgt wel steeds meer bekendheid en er is natuurlijk nog zoveel meer. Maar voor sommige mensen is het gewoon heel erg helpend. Ja. Dus ik ben ook nog steeds daarin aan het ontdekken en superleuk, interessant. Nou, dan kom ik bij mijn zevende les van 2022 en dat is de Keep It Simple. Keep It Simple is voor mij als perfectionist, dus een van de sub-persoonlijkheden die ik heb. Je hebt je eigen persoonlijkheid en je hebt vanuit je verleden heel veel subpersoonlijkheden ontwikkeld. Nou, daarover ga ik vast nog een andere keer een podcast over opnemen. Maar een van de subpersoonlijkheden bij mij is de perfectionist. En ik heb de afgelopen jaren zoveel geleerd in het ondernemerschap. Zoveel strategieën, zoveel kennis opgedaan van ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling, marketing, sales, noem maar op. Kon ik het mezelf ook wel eens heel erg ingewikkeld maken. En wat ik heel erg heb geleerd is om het veel simpeler te houden. En dat is wat ik je ook wil meegeven is in datgene wat je aan het doen bent of wil gaan doen. Hoe kun je het nog meer vereenvoudigen? Zodat het nog leuker wordt, nog makkelijker wordt en nog meer met vanuit de lekkere flow gaat. Dus dat blijft voor mij altijd in het ondernemerschap. Hoe kan het nog makkelijker? Hoe kan het nog simpeler? Want we hoeven niet per se super hard te werken om goed te verdienen. We hoeven niet per se super hard ons best te doen om goed te presteren. De kracht zit hem in de eenvoud. En ik weet nog dat ik bij een mastermind was van Ilke de Boer en Dean Jackson. En grote namen zijn dat. Dean Jackson komt uit Amerika en die was toen hier in Nederland. Nou, en Ilke de Boer is ook het is echt een grote internetondernemer. En toen zei hij nog, keep it simple. En dat is ook wel een van zijn motto's en die heb ik ook echt overgenomen. En ook dit jaar veel meer geïmplementeerd in mijn bedrijf van, goh, hoe kan het nog makkelijker? Dan komen we bij de achtste les van 2022 en dat is wat ik daar ook uit meeneem in het ondernemerschap en met name in het ondernemerschap is out of the box denken. Dus we zitten heel vaak in ons eigen gedachtenpatroon en die is gebaseerd op ons verleden,
Want vanuit daar hebben we, vanuit het verleden hebben we programma's ontwikkeld, gewoontes ontwikkeld. En die zitten in ons brein. De neurobanen aangelegd in ons brein, waardoor we dus de dingen doen op basis van ons verleden. Maar out of the box denken nodigt je uit om eigenlijk op een andere manier te gaan denken dan dat je altijd hebt gedaan. En ja, ik weet nog dat ik een idee had van een nieuw business concept. En ja, ik zat eigenlijk alleen maar te denken op de manier van zoals ik het altijd had gedaan. Maar eigenlijk maakte me dat niet per se meteen gelukkig. Dus het was een van de coaches die ik toen sprak tijdens een consult. En die zei van, goh, ik zou het zo en zo, zou je het kunnen doen? Toen dacht ik, oh, helemaal niet aan gedacht, maar eigenlijk is dat veel toffer. Dus, en dat heeft mij geleerd om, als ik iets, als ik een idee heb, om dan te gaan denken, oké, ik denk nu dit, maar hoe kan het ook nog meer? En hoe kan het nog meer, zodat het, en dan kom ik meteen bij de volgende les van 2022, zodat het nog meer authentieker is bij wat past bij mij. Dat, ja, dat was ook echt wel een hele belangrijke les in nog meer divine self-expression neerzetten. Nog meer keuzes maken vanuit die divine self-expression. Dus wat is dat wat ik echt zelf wil op mijn manier? En uit mijn hoofd en in mijn gevoel van wat past echt voor mij. Ja, ik was vroeger echt iemand die heel erg in het hoofd zat. Die alleen maar aan het nadenken was. Beren op de weg zag. Gevaren analyseerde. En ik maakte ook moeilijke keuzes. En mijn reis is echt gegaan van hoofd naar gevoel. Wat voel ik? Wat wil ik? Waar heb ik zin in? En ja, wat past dan bij mij? En dat is de enige manier om geluk en succes te ervaren in het leven, is echt heel dicht bij jezelf te blijven. En dat klinkt zo makkelijk, maar jezelf echt kennen is echt een ontdekkingstocht. Want we zijn een deel van onszelf kwijtgeraakt door ons beschadigde verleden. De dingen die we hebben meegemaakt. En dat is gewoon echt zo'n mooie reis om die steeds verder te maken. En ik ben al een heel eind, zeker, in voelen. Maar ik geloof nooit dat we klaar zijn met leren. En dat je altijd nog een laag dieper kan. Dus ja, dat wil ik je ook echt meegeven voor het nieuwe jaar. Wat voelt goed voor jou? En daarin mag je vertrouwen op dat wat jij voelt, dat dat de meest krachtige manier is om dingen te doen. In plaats van dat je denkt met je hoofd, oké, dit is eigenlijk verstandiger, of dit is misschien beter, of anderen verwachten dit, dus laat ik dat dan maar doen. Maar blijf dicht bij jezelf in wat voel jij, waar word je blij van en wat wil je zo graag. En sommigen hebben dat verlangen best wel ver weggestopt. Ik weet nog wel dat het in mijn business opstarten en in de bedrijven daarna best wel makkelijk ging. Omdat ik door heel sterk steeds voelde, oh hier word ik blij van en dit wil ik doen. Maar bijvoorbeeld in mijn privéleven, om keuzes te maken waarin ik mezelf op nummer 1 zet, dat was heel lastig. Hè, ik rij nu sinds 4,5 jaar paard. Maar daarvoor, ik was alleen maar aan het werk en ik was er alleen maar voor het gezin. Ik heb 10 jaar lang niet gesport. Ook misschien omdat ik het niet wist, maar aan de andere kant helemaal niet aan het voelen was. Wat wil ik nu? Of wat kan ik nu? Dat dromen, dat verlangen, dat was helemaal weg. En dat is ook een stukje innerlijk kind, wat ik dus ja eigenlijk naar de achterbank of de klep van de auto of de bus heb verplaatst, die ik dus niet hoorde. En dat is ook wel echt wat ik de afgelopen jaren, als we het dan hebben over deze les, is wel iets wat ik de afgelopen jaren steeds verder heb uitgediept, is dat innerlijk kind weer horen, dat verlangen, dat stemmetje die echt zachtjes zegt, oh, dat zou ik zo graag willen. En sommigen hebben dat innerlijk kind best wel achter in de bus geplaatst, of in de kofferklep, waardoor je haar niet hoort. En het is zo mooi om
je innerlijk kind waar je verlangen zit weer een plekje te geven dicht bij jou. Zodat je die ook al hoort en vanuit daaruit kan handelen. Want je zult merken dat je dan veel meer plezier ervaart in het leven. En dat het succes en het geluk naar je toe komt. Ja, en dan wil ik afsluiten met de laatste les van 2022. De tiende les. En dat is wat ik echt meeneem van dit jaar. Is zoveel mogelijk in het nu zijn. In het nu zijn. Dus dat wil zeggen niet steeds bezig zijn met oh, wat is er gisteren gebeurd. Of het is een maand geleden gebeurd. Of een jaar geleden gebeurd. Ook niet steeds bezig zijn met oh, wat wil ik over een jaar gaan doen of over 2 jaar gaan doen. Maar echt zoveel mogelijk in het nu zijn van wat voel ik nu, waar heb ik nu zin in, wat past nu bij mij, waar word ik nu gelukkig van, welke keuze wil ik nu maken. En het klinkt zo simpel, maar het is zo'n uitdaging in deze wereld waarin we heel erg gewend zijn om vanuit ons hoofd te leven. Dat we keuzes maken op basis van ons verleden. Dat we keuzes maken op basis van pijnstukken voor de toekomst. Dus ja, de kracht van iets neerzetten, de kracht van manifesteren is echt in het nu. Hoe meer jij in het nu bent, wat je nu voelt, waar je nu behoefte aan hebt, wat je nu wil, hoe krachtiger het is om iets te realiseren en te manifesteren. Ja, en dat is een uitdaging, want zeker de dingen die je hebt meegemaakt in het leven, die hebben een patroon gevormd in je brein. Van daaruit ontwikkel je gewoontes, normale manieren van gedrag, waarvan je denkt dat dat normaal is, want het komt dus vanuit je verleden. En probeer daar maar eens los van te komen. Of probeer maar eens, als je op zoek bent naar zekerheid, die toekomst zo ver weg los te laten. Dat is best een uitdaging. Maar je zult merken dat hoe meer je dit graag wil, het is hetzelfde als dat je naar de sportschool gaat en je spieren gaat trainen. Hoe vaker je gaat trainen, hoe sterker je wordt. Dus ook dit soort dingen kun je heel goed trainen door heel bewust te zijn van wat er in jou speelt, wat er in jou omgaat, wat dat betekent en wat je daarmee kan. Nou, en daarmee wil ik afsluiten voor nu. Ik vond het onwijs tof om deze 10 belangrijkste lessen van 2022 met jou te delen. Ik hoop dat je er heel veel inspiratie hebt uitgehaald. En afhankelijk van wanneer dat je dit ziet of luistert. Ja, ik hoop dat het in het nu is waarin je echt mag ontvangen wat voor jou belangrijk is. En dat is dat ik je echt gun om volgend jaar 2023 alles waarvan je voelt van hey, dit is belangrijk voor jou, dat je dat mag integreren in jouw leven. Dat dat jou heel veel mag brengen. En ik wens je een ongelooflijke, fantastische jaarwisseling toe. En een prachtig, gezond, gelukkig 2023. Maak er een fantastisch jaar van. En nou, mocht je nog iets willen delen aan naar aanleiding van deze podcast, dan stuur me gerust een berichtje. Superleuk om van jou te horen.